This is a team effort, and I think that's one of the reasons why the project was so successful. Dit project is de realisatie van een zwaar beveiligde rechtszaal binnen een bestaand pand. The building was constructed for in the headquarters of the AIVD, which is the Dutch Intelligence Service. And the reasons why we found this building the one most suitable was because, first of all, it had very high security provisions, which was very important to the Special Tribunal for Lebanon. And it had a gymnasium, which was actually the space that the courtroom was constructed in. Zoals iedereen weet, in de gymzaal is de golflengte heel erg lang. Dus de naargalf dan, galm. Vervolgens is het zo dat de problematiek van de ruimte is in feite dat er heel veel mensen zitten die verschillende talen spreken, waar gefluisterd wordt, waar mensen met hoofdtelefoons zitten, waar je dus eigenlijk geen randgeluid kunt hebben. En dat hebben we uiteindelijk voor elkaar gekregen met de stoffen panelen. En vervolgens, omdat die wand zo groot is, is het risico heel erg groot dat als een paneeltje ook maar iets verschilt ten opzichte van een ander, dat het een heel onrustig beeld geeft. En uiteindelijk hebben we gezegd van ja, als het dan toch onrustig wordt, dan maken we daar gewoon de clue van. Een rechtszaal met een publieke tribune, een entreepartij, een persruimte en uiteraard de verschillende routes door het pand heen. Probeer het publiek het idee te geven dat als ze hier binnenkomen dat het echt een hele open situatie is waarbij ze gewoon het gebouw binnenkomen met zo weinig mogelijk beperkingen terechtkomen op de publieke tribune. De kans bestond dat we heel snel al onze eigen rechtszaken moesten gaan draaien. Dus we wilden heel snel acteren. En vandaar ook dat we in overleg met de Rijksgebouwendienst, met de betrokken partijen daar, hebben besloten om voor een bouwteam te kiezen. Waarbij we samen met de aannemer, Rijksgebouwendienst, architect, maar ook gebruiker, elkaar diep in de ogen hebben gekeken en gezegd, nou, dit moet snel. We moeten alvast beginnen met bouwen, terwijl we nog niet alle tekeningen en alle details uitgewerkt hebben. Maar als je dat doet en je vertrouwt erop dat je kan elkaar vertrouwen, nou, dan durven we dat aan. De volledig glazen wand voor de publieke tribune, waarin we hebben gezegd dat als je het hebt over rechtspraak, dan moet er sprake zijn van 100% transparantie. En dat hebben we geprobeerd op die manier te verbeelden. En het gevolg daarvan is dat als je op de tribune zit, dat je een waanzinnig perspectief hebt, noem maar panorama over de hele zaal. Communicatief klikte het. Het klikte tussen ons en de opdrachtgever, het klikte tussen de architect en de opdrachtgever. En ik denk dat binnen elk project is dat altijd een noodzaak, maar die chemie is er maar zo zelden en die was hier. I think in the end we all respected our own roles and responsibilities and we came away from the project, I have to say, being friends, you know. In mijn beginjaren toen was het nog zo dat de RGD als een noodzakelijk kwaad werd gezien. Het was een gedwongen winkelnering, je moest daar naartoe. En ik vind dat ze met alle kritiek die er nog steeds is op allerlei organisaties en stukken van functioneren, dat ze een goede stap voorwaarts hebben gemaakt en dat ze op dit moment toch inderdaad aan die gedachte van één RGD samenwerken aan een goede oplossing voor de gebruiker. En zo goed mogelijk de zaak te managen, dat ze daar een goede invulling aan hebben gegeven. Ik vond het een waanzinnig leuk project. En het zijn, het zijn toch de snoepjes. Apentrots. Volgens mij ga ik dit heel leuk vieren met iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft. En dat is zowel binnen als buiten de RGD.